welkom bij de 17e aflevering van de Maas, Moezel, Rijnroute voor Parabootrips. Deze aflevering belooft weer heel veel. Dit deel maar liefst 25 sluizen. We doen er wel 2 dagen over. Totaal, na deze aflevering, hebben we 166 sluizen gehad sinds ons vertrek. We starten vandaag de aqueduct over de Saux. Mooie natuur schoon, water over water, het blijft fascinerend.
Zo heb je weer een sluisje. En zo vaar je langs een staalbedrijf. Vele vestigingen van dit bedrijf gezien. Dan weer een sluisje. Hier met speciale sluiswachters. Deze geiten liepen gewoon vrij in de rondte. Lekker nieuwsgierig naar alles wat er voorbij kwam vanuit de sluis. Ja, de planten. U ziet, het water is helder, maar de planten groeien echt naar boven. Echt naar het licht. Vervelend voor onze schroeven. En de wierpot. De wierpotten die moeten we regelmatig legen. Het wordt steeds vaker. Soms 1 keer per dag. Soms 2 keer per dag. En soms bijna elke sluis. Je legt je boot vast. Het eerste wat je doet, je wierpot leeg. Deze taaibinden is moeilijk doorheen komen. Je kruipt er doorheen. Er blijft één schroef hangen. En je roer, je moet af en toe een paar klappen achteruit. Om de boel een beetje los te weken. Zij hebben er minder moeite mee. Ze kunnen er zelfs overheen lopen. En deze lange slierten zijn funest voor je schroeven. Die gaan echt omheen wikkelen. Wat hebben we er veel los van moeten halen. Niet leuk. Daar mogen ze in Frankrijk wel wat aan gaan doen. Ja, door de plantoverlast hadden we veel tijd verloren vandaag. We kwamen niet op de plaats van bestemming aan. Het kon ook niet. We moesten aan de kant. Niet vanwege het slechte weer. Maar de wierpot kwam niet meer vol. Ja, je hebt dit beelden gezien van onze plantjes die in het water liggen. De wierpot was leeg, gelukkig. De impeller is goed, gisteren vervangen. Maar aan de onderkant van de boot zat het verstopt. Er zit waarschijnlijk een schelpje. En de plukken hier vlogen eruit. Nou, alles werkt weer. We kunnen weer verder. Heerlijk hoor, die Franse kanalen.
planten onder water. Als de boven. Dit was nummer 43. Thank you.
heel langzaam komen we bij de plaats van bestemming. De plaats van bestemming voor vandaag althans. En voor de komende dag. Na lang varen en vele wierpotten zien we ook de auto wegen. Mets, Nancy, Verdun. Kennis weten het al, Bar-le-Duc. Een grote stad. Met een rustige jachthaven. Die zochten we daar net. Wat ik al zei, een heerlijke jachthaven. En na een dag vol groenten konden we wel een nachtrust gebruiken. De nieuwe dag. De stad verkennen. Alles, maar ook alles kan je in de buurt vinden. Na natuurlijk ook de boulangerie, de supermarkten en heel veel bezienswaardigheden. We hebben ervan genoten. Thank you.
We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Wij vonden het prachtig. U ook? Geef ons dan een like of abonneer op ons YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken en tot deel 18 van Parelbootrips met een Maas-Mosselrijnroute.